Milaren is een jong theatergezelschap en wij zijn nu met een 17-tal mensen. En Mila is ontstaan uit eigenlijk 4 meisjes die daar jong en enthousiast waren om een theaterstuk te maken. En nu zijn wij een eerste productie aan het doen die eigenlijk met zoveel en vrij groot is. Waar ben ik? Oh. Oh, je bent op je kop gevallen, denk ik. Dat is geen probleem hoor, dat had ik ook. Dus in 2007 zijn er 4 meisjes, namelijk Liesje, die dan nu de regisseuse is, Indra, Louise en Josephine. Zij hebben academie gedaan in Borgerhout en ze hebben beslist om eigenlijk met hun 4 iets te beginnen maken. Ze hebben dan een aantal producties gemaakt en uiteindelijk zijn zij eventjes met Mila gestopt en nu in de zomer kregen zij terug de kriebels om in actie te schieten. Aschava, mijn prachtige vrouw. Vandaag wordt ze 45 jaar. Dus ze hadden nog medewerkers nodig en ze hebben via allerlei wegen een oproep gedaan. Ik bijvoorbeeld ben zelf pas bij Mila sinds september via de Unif Antwerpen, via een mail. Dus zij hebben gewoon rondgemaild en zo mensen geronseld. En eigenlijk zijn wij nu allemaal studenten samen die daar een productie maken. Er zijn nu 8 acteurs waar we mee werken. Terug naar Waar dan gaat over een meisje die daar een moeilijke thuissituatie heeft. En die droomt. En met die dromen gaat er iets gebeuren. Je kijkt zo vreemd. Mama, wat is er met mama? Mama is jarig vandaag. Mama is hier. De analyse, wat zit hier mee op? Misschien nog een aantal niet. Wij zijn eigenlijk begonnen uit het verhaal van vrouw Holle. Dus uit sprookjesverhalen. Of het verhaal van de 7 raven. Daar zijn wij ook uit vertrokken. En zo zijn wij via improvisatie te werk gegaan en zijn wij tot ons verhaal gegaan. Oh,